Ondanks de dreigende sluiting van het speelgoedmuseum was er dringend geblazen in de meivakantie. Het museum ontving in deze periode 2362 bezoekers. Op donderdag 2 mei werd zelfs een record behaald met 357 museumbezoeken. Jaarlijks wordt het speelgoedmuseum door bijna 25.000 mensen bezocht. Een groot deel hiervan is afkomstig van buiten de gemeente Deventer en bijna de helft bezoekt het museum op vertoon van een museumkaart. Inmiddels hebben al meer dan 4600 mensen de petitie voor behoud van het speelgoedmuseum getekend en zijn er 700 kleurplaten door kinderen ingekleurd. Tot 8 mei, 1 minuut voor middernacht, is de petitie online te tekenen via speelgoedmuseum.petities.nl. De petitie wordt op 22 mei aangeboden aan de gemeenteraad op het stadhuis.